Welkom allemaal. Ik vind het geweldig om hier te zijn en ik merk ook aan hoeveel mensen hier zijn en dat we niet alleen maar huidhonger hebben gehad, maar ook kunsthonger hebben gehad. Dus dat is eigenlijk alleen maar mooi. En ik was hier vorige week ook even, toen hing Paint the Future er al, van Hetty van der Linden. Wat zij doet is, zij vraagt kunstenaars schilderijen te maken op basis van een kinderdroom, dus een kindertekening. Die droom wordt dan geschilderd op het moment dat er zijn best wel kunstenaars van naam, hè, die jij vraagt. En als dan dat werk dan verkocht wordt, dan gaat het geld naar de droom van het kind. Dus een ontzettend mooie cirkel, dan maak ik me wel altijd een beetje zorgen over die kunstenaars. Want ik vind dat kunstenaars ook gewoon normaal geld moeten verdienen. Maar jij hebt mij bevestigd dat het juist kunstenaars zijn die wel kunnen leven van hun werk, zeg maar. En dit als een soort ook er nog bij doen. En dat is natuurlijk fantastisch dat jij dit over de hele wereld heen voor elkaar krijgt. Een mooi verhaal over een dorp dat graag kippen wilde. En daar een soort van coöperatie van gemaakt. En met al die kippen die door dat schilderij gekocht konden worden. En dat je daardoor weer zo'n dorp, zeg maar, een soort nieuw leven geeft. En dat, nou ja, dat levenswerk van Hetty vind ik heel bijzonder. En heel bijzonder dat het hier in Amsterdam-Noord hangt. Ja, we mochten tijdens deze intelligente lockdown mochten we niet zo heel veel, maar we mochten wel dromen. En ik vind dat kunst voor mij ook dromen creëert, zeg maar. Soms hele angstaanjagende dromen, maar ook echt hemelsmooie dromen. En ik hoop fijn dat we dat nu weer met elkaar kunnen delen. Dus ik wens jullie veel plezier nog vandaag en veel inspiratie.
Thank you.